oplossing in de derde wereld tegengaan. En het debat start nu. Nee? Ik wacht op de bel. Yes. Een van de grootste issues van dit moment wereldwijd is de milieuvervuiling en het broeikaseffect wat enorm versterkt wordt. Dit is mede de oorzaak doordat er heel veel bossen gekapt worden die CO2 opnemen en daar O2 voor uitstoten. Wanneer deze bossen gekapt gaan worden, en ze worden echt heel enorm veel gekapt op dit moment, is er dus minder CO2 opname door bossen, waardoor meer CO2 in de atmosfeer terechtkomt, waardoor er nog een grotere versterking van het broeikaseffect plaatsvindt. Dus ik zou zeggen dat wij daar als overheid best tegenin mogen gaan. De overheid moet tegenin gaan, Sophie. Nou, ik wil eigenlijk zeggen dat ik daar absoluut mee eens ben. En ook dat het juist Europa moet zijn die dat kan doen. Want juist Europa is daar heel goed voor en heel belangrijk. Juist Europa heeft dat alles wat kan helpen. Jasper. Ik ben tegen de stelling dat Europa de ontbossing in de derde wereld tegen moet gaan. En waarom? Het is de eigen keuze van die derde wereldlanden om te ontbossen. En waarom? Handel. Een groot percentage, ik weet niet welk percentage, een groot percentage van de handel, van de export uit derde wereldlanden is hout. Hier leven die mensen van. Het is dus de eigen keuze om dat te ontbossen. En als je als Europa daar wat aan gaat doen, dan moet je ze gaan betalen zonder arbeid. Nu betalen ze voor arbeid. We houden ze aan het werk en we zorgen dat ze te eten hebben. Het is omdat hun keuze is om al die bossen te kappen voor bijna niks aan doen. Dan kunnen wij zeggen, oh ze kunnen leuk al die bossen. Ze komen gewoon in de oost vandaag. Ja, het is hun keuze. Zullen we maar geld hebben. Maar hij? Nee. Ook nog een groter aandeel van de boskap wordt veroorzaakt door landbouw. Heel veel mensen in Azië die kappen landbouw omdat dan de grond nog vruchtbaar is. Wanneer een tijdje geen bos is gegroeid, dan is het onvruchtbaar en moeten ze verder gaan door meer bos te gaan kappen. Als dit zo doorgaat, blijft er maar bos gekapt worden. En het is geloof ik zo dat per seconde 2 hectare bos verdwijnt. Daar mag de overheid best iets tegen doen als er kunstmest wordt overgevlogen naar Azië. Als ze daar aandacht aan besteden hoe ze men dat moet gebruiken, dan blijft de grond vruchtbaar en kunnen ze dat gebruiken voor landbouw. Lisa. Nou, ik ben het helemaal met Jasper eens. En ik vind het echt behoorlijk hypocriet als wij als Europa, als overheid, de ontbossing gaan verbieden in derde wereldlanden. Want als we kijken naar de afgelopen eeuwen, wat heeft Europa zelf gedaan? Juist, de afgelopen eeuwen hebben we gewoon heel Europa ontbost en daar hebben we ontzettend veel geld mee verdiend. Ik vind niet dat wij als Europa, nu we alle zaakjes goed voor elkaar hebben, kunnen zeggen tegen derde wereldlanden, nou, het is een hartstikke leuk winstproject van jullie, je kunt hier hartstikke veel geld mee verdienen, maar doe maar niet, want wij hebben alle bossen al weggekapt. Dus nu zitten we met het klimaatprobleem, nou, hartstikke leuk dat jullie veel geld mee kunnen verdienen, maar doe maar niet. Lars. Ik vind dat als je in het ontbossen in derde wereldlanden tegengaat, zorgt ervoor dat er heel veel mensen zonder werk komen te zitten in de derde wereldlanden. Betere optie zal zijn om na ontbossing weer nieuwe bomen te laten planten, zodat de CO2 alsnog opgenomen wordt en dat er meer O2 nog steeds vrijkomt. Dat je dat probleem niet hebt. Er moet geïnvesteerd worden in bomen, planten. Nou, eigenlijk wil ik even terugkomen op wat Jasper zei. Hij zei namelijk dat het hun keuze was en dat zij dat allemaal maar lekker moesten doen. Maar sorry, maar volgens mij hebben we met z'n allen, de hele wereld, last van het klimaatprobleem. En dat zij dat alleen maar erger gaan maken, dan heb ik zoiets van, dan kan het best hun keuze zijn, prima. Maar we hebben er wel met z'n allen last van. Dus waarom kunnen wij er als Europa niet tegen in gaan? Het is niet alleen zo dat je een heel hoop inkomsten misloopt. Zo'n derde wereldland loopt een hoop inkomsten mis als je de ontbossing gaat verbieden. Maar ook, hoe wil je het tegengaan? Er zijn zoveel hectare bos. Het kost een grote investering. Je moet het allemaal gaan beschermen.
landen zullen dan illegaal gaan kappen, nog steeds. Hoe wil je dat gaan tegengaan? Allemaal bewakers rond de bosbranden neerzetten en in de bossen? Hoe wil je dat gaan doen? Onuitvoerbaar, Victor. Nou, ik wil eigenlijk even terugkomen wat Sabine zegt. Ze zegt van, wij met de hele wereld hebben er last van. En daarom mogen de Afrikaanse landen, de derde wereldlanden, sorry, ja, het klimaat niet schaden. Maar wij, nou ja, Europa en ook Amerika zijn eigenlijk verantwoordelijk voor dat het klimaat al ja, een beetje verkloot is eigenlijk. Leuk. Ja? In ieder geval, het is niet hetzelfde om te zeggen van stop, doe maar niet. Maar het is een preventief beleid. Als wij subsidiëren om bomen te planten en nog even terugkomen dat het niet past naar ontbossing bomen te planten, want dan is al de hele flora en fauna diversiteit is helemaal weg. Dus alles van onschatbare waarde van de natuur is helemaal plat. Maar als je dat nu gaat subsidiëren, dan zorg je dat die mensen die eerst het aan het kappen waren, dat ze het nu weer planten. Dat ze ervoor goed verzorgen dat het weer over de rest van de wereldmarkt komt. En dan heeft het ook een sticker tegenwoordig waaraan gezien wordt dat het legaal en milieuvriendelijk hout wordt gekapt. En daar kunnen ze ook veel geld mee verdienen. Sticker? Ja, eigenlijk hadden jullie net over dat er dan arbeidstekort zou komen, dat er geen arbeidsplaats zou zijn. Maar toch zei jij hier van. Nee, wat wil je dan allemaal mensen op het bos laten lopen? Dan komen er toch juist aan het Jasper. Waar men vanuit gaat is dat het stoppen van ontbossing de klimaatproblemen tegengaat. Ik denk dat een beter alternatief is, wel blijven ontbossen, maar bijplanten. Plant bij. Eén, dit zorgt dat de mensen die ontbossen hun baan houden, maar het creëert ook meer banen. Doordat mensen in één keer bomen moeten gaan planten. Zo is de klimaatverandering wordt geminimaliseerd. En verder houden ze hun inkomsten. Joffie. Jullie willen eigenlijk, wat er heel vaak al wordt gezegd, is dat er eerst gekapt moet worden. En daarna weer opnieuw geplant worden. En alweer gekapt. En alweer opnieuw geplant. Is dat het is een soort van visuele cirkel, toch? Ik denk niet dat het zo slim is. Wie wil hierop reageren? Ja? Nou, daar kunnen ze toch juist heel veel geld mee verdienen. Elke boom die ze kappen, daar kunnen ze het hout vandaan halen. Daar planten ze weer een nieuwe boom in de plaats. En dan tegen de tijd dat ze weer een bepaald aantal andere bomen hebben gekapt, dan gaan ze weer terug naar dat eerste gebied waar ze alweer die bomen hebben geplant. Die zijn weer volgroeid. En zo herhalen ze dat steeds weer. En dan kunnen ze steeds. Ze hebben en werk en ze hebben gewoon goede inkomsten. Ja? Ik ben er ook voor dat Europa de ontbossing in de derde wereld tegen moet gaan. Europa importeert veel hout eruit. Als wij een keurmerk, speciaal voor het keurmerk gaan, daar gaan de derde wereldlanden op in. Want ze moeten wel. Want wij zorgen voor heel veel van hun inkomsten. Nou, dus zo gaan wij ook de ontbossing tegen. Dat is gewoon heel goed. Lisa, wil je hier op reageren? Ja. Ja? Nou, sorry. Naar mijn mening, wat nu bekend is, zijn er al heel erg veel keurmerken voor hout. Van allerlei keurmerken in Azië, keurmerken in Afrika, van hout. En wat zien we nu? Er is nog steeds een gigantische boskap. En illegaal en legaal. Dat is nog steeds een gigantische ontbossing. Dus ik vraag me af, moeten we dan hoeveel keurmerken moeten we nog invoeren? Voor dat ja. Ontbossing stopt. Keurmerk nog niet. Ja, eigenlijk reageren op iets wat al eerder is gezegd over het broeikaseffect en dergelijke. Nou, ik weet niet of jullie het merken, maar ik heb hier de afgelopen 2 jaar behoorlijk koude winters meegemaakt. En niet echt een stijgende temperatuur. En ik heb ook volgens mij meegekregen dat er diverse onderzoeken zijn geweest die de theorie van onder andere El Gore over het broeikaseffect behoorlijk tegenwerken. Jennifer? Ja, ik wil nog even reageren op Vincent. Want hij zegt zo van, ja, dan planten we toch gewoon weer steeds nieuwe bomen en zo. Maar volgens mij is het ook al eerder gezegd, maar wat gaat er dan met al die dieren? Dus al die dieren hebben dan net een nieuw huis, dan wordt het weer gekapt en dan moeten ze weer opnieuw en zo. Dat is toch gewoon, ja, gewoon lullig voor die dieren. Dus jij denkt nu alleen maar aan hoeveel geld de mensen kunnen verdienen. Ik wil nog eventjes op jou terugkomen, want jij zegt, ja, er zijn heel veel keurmerken en toch is er nog steeds heel veel ontbossing. Maar dit is precies waarover wij debatteren vandaag. Wij willen er iets aan gaan veranderen. Wij willen
dat Europa zich iets verantwoordelijker gaat voelen voor de vele boskap die er nu plaatsvindt. Als wij specifiek om goedgekeurd hout vragen, zal alleen goedgekeurd hout geproduceerd worden. En gaan we daarmee ook een ontbossing tegen. Zo. Dank.